rector van de Hogeschool van Amsterdam, lid van het college van bestuur. Ik was daarvoor ook wel decaan bij een van de faculteiten. En ik ben er veel aan gelegen om de wereld van onze hogeschool te verbinden met eigenlijk alles wat er hier in Amsterdam gebeurt. Onder andere dit. Dus ik ken dit initiatief ook al wat langer. En ben ontzettend blij dat het nu weer dit stadium bereikt. Ja, ontzettend leuk om hier te zijn. Jeroen Geurts, rector van de VU, waar we nu op terrein zijn. En ik was al heel lang niet meer in deze zaal geweest. Wat is dit toch een ontzettend mooie zaal? Dat wilde ik ook nog even zeggen. Maar wil je nog meer horen van mij? Ik wou bijna niet zeggen over deze zaal. Want als je het dan hebt over toegankelijkheid. Ja, dat is iets minder, hè? Dan mogen ze wel wat aan doen. Ja, nog. Ja. Ze maar, is dan ik, ja. Dus dat is een beetje onze baan ook. Hè? Ja, dus dat we is zeggen iets ja. positiefs, maar is altijd ja. weer iets wat er dan ook beter kan. Zo is het. Dat is nee, maar zo. Je hebt, ik neem me mee. Ja. Jullie zijn beide rector van twee grote kennisinstellingen, ook partner van AISS. Maar ik ben gewoon benieuwd, hoe kijken jullie naar het belang van sport en bewegen? Want jullie zijn rector van een hele kennisinstelling die zich niet alleen maar met sport en bewegen bezighoudt. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, de bewegen is voor ons een centraal thema hier op de VU. Ik zelf ben ook veel met bewegen bezig. Ik probeer hier beneden in de sporthub twee keer per week wat aan de gewichten te hangen. Onder begeleiding, want anders dan heb ik weer allerlei blessures. Want ik wil het allemaal te snel en te goed en te hard en zo. Eten komt daar natuurlijk bij. Hè. Wat is dan je dieet? En op een gegeven moment dachten we, ja, weet je, ik ben dat nou voor mezelf aan doen. Om te proberen om fit te blijven. Maar waarom doen we dat eigenlijk niet voor 32.000 studenten? Dus we zijn bezig met puur en beweging. Dat is een programma waarbij je op de hele campus probeert om mensen wat meer in de beweegmodus te krijgen. Dus allemaal nudgings, neem de trap en niet de lift. En stiekem hebben we ook de lift gewoon stopgezet op verschillende verdiepingen en zo. Dus mensen moeten ook de trap nemen. Dus we gaan steeds een klein stapje verder. En het werkt eigenlijk best wel goed. De sportschool zit goed vol inmiddels. Mensen zijn steeds meer bezig met zich realiseren dat voor hun eigen well-being bewegen heel erg belangrijk is. Letterlijk in beweging komen is belangrijk. En weet je, het is eigenlijk ook heel simpel, want je zei het al. Je hoeft niet elke dag aan de gewichten te hangen. Je kan ook gewoon break the sitting doen. Dus af en toe opstaan of überhaupt staand vergaderen. Al dat soort zaken proberen we een beetje in gang te zetten. Dus heel leuk dat jullie hier nu komen zitten op het terrein. Mooi, dank je. Ja, vorig jaar hadden we ambassadeur Erik Scherder hier, die de boel een beetje los schudde. Dat hebben we nu niet, dus nu vandaag moeten we het zelf doen, jongens. Dus, ja, precies. Oh jee, ik hoop niet dat ik een scherdertje moet gaan doen. Ja, precies. Nou, het hele thema, zoals je dat net zei, hebben beter sport, maar ook voeding. Dat is een heel centraal thema waar we vanuit de hogeschool al heel erg lang mee bezig zijn. Twee faculteiten, sport, bewegen, voeden. En ook dus de faculteit gezondheidszorg, die eigenlijk met z'n tweeën eigenlijk het hele spectrum wel opspannen. Dus dat is voor ons een voortdurend punt van interesse en aandacht. En dan heb je het hele spectrum van topsport aan de ene kant. Naar hoe bestrijden we obesitas in de stad. Dat zijn allemaal de dingen die... Ja, die liggen bij ons wel heel lang na aan het hart. Dat doe je dus ook niet zelf. Dus de hele gedachte dat je met elkaar hier aan werkt, past helemaal bij hoe we elkaar zien. En verder, als je weer op de campus komt, er zijn ook plekken waar gesport wordt. Ja. Ik zie veel studenten rondlopen die er heel sportief uitzien. Ja. En ik zie ook wel medewerkers. Dat komt door dat programma. Ze worden steeds... Medewerkers die er heel sportief uitzien, er zijn ook sommige bij. Ik denk, nou, dat kan nog een stukje beter. En zelf wil ik af en toe ook nog wel eens bij ons de sportfaciliteit induiken. Dat komt dan even zo uit. En ik roei en ik fiets. Maar goed. Ja. Nee, maar dat is juist heel leuk. Ja. Wij moeten het voorleven, toch? Zo is het. Precies. Dat netwerk vind ik trouwens wel echt heel mooi. Jullie hebben al verschillende malen gesproken over het is een netwerk AISS. Heb jij trouwens ook gewoon vragen aan ons? Want ik zit. Is het gewoon heel interactief. Nee, prima. Niet dat ik de tijd volpraten. En, we hebben wel een strak schema. Maar ja. Nee, ik hou het kort. Ik vind het mooi dat jullie zo'n netwerk zijn. Dat jullie eigenlijk verschillende partners bij elkaar brengen. En ook heel goed met, mooi zojuist te zien, bedrijfsleven, overheid, alles zit erbij. Dat is volgens mij ook heel erg modern om op zo'n manier te werken. Waarom vind je dat belangrijk? Nou, dat je uit je, vroeger noemden we dat de Ivoren Toren, maar dat je uit je Ivoren Toren komt en niet alleen
Impact is namelijk ook alweer een beetje verouderd. Impact maken betekent dat je kennis ten goede komt van de maatschappij. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen is samen met je maatschappij, en daar is de hogeschool natuurlijk ook heel erg goed in, co-creëren. Zorgen dat je vragen ophaalt, dat je snapt wat er leeft. Inderdaad, obesitas in de stad, super groot probleem. Grote verschillen tussen wijken in de stad. Nou, dat soort observaties moet je kunnen doen en meenemen naar je kennisinstituut. Ja, ik wil nog even een schepje bovenop doen. Hè. Dus ik denk het helemaal met Jeroen eens. Wij kennen elkaar in die zin ook al langer. Omdat we ook zien dat die grenzen die we soms een beetje kunstmatig tussen instituten hebben. En dat heeft een beetje te maken met hoe we gefinancierd worden. Er zit ook een beetje historie achter. Maar eigenlijk moet je daar toch een beetje van loskomen. En er zit zoveel meerwaarde in als je elkaar niet alleen maar opzoekt. Omdat je kijkt of studenten heen en weer kunnen. Maar dat je ook in het onderzoek elkaar opzoekt. In dat kortcyclische werk. Hè. Dus niet wachten tot de een klaar is en dan de ander gaat er iets mee doen. Dat is ook helemaal het geluid wat je nu zowel landelijk, maar ook bijvoorbeeld Europees hoort over hoe men kijkt naar de doorontwikkeling van wetenschap, bedrijfsleven. Kent iemand van jullie het FP10-programma? Nou, dat is een beetje nog spionnentaal, hè, maar dat komt eraan. Dat is het nieuwe raamwerkprogramma, dat gaat vanaf 2028 draaien. Heel belangrijk om daar nu al over na te denken wat wij nu daarin willen aanbrengen. En wat je daar hoort, is dat hele idee dat we die twee gescheiden werelden hebben, dat moet je veel meer als een cyclus zien. Dus wat jullie aan het doen zijn, komt daar nu al terug in de programmering. En in die zin denk ik dus dat jullie ook een fantastische toekomst hebben. Omdat je laat zien dat je met behulp van vragen van buiten zowel goed wetenschappelijk onderzoek kan doen, je kunt er heel goed toegepast onderzoek mee doen, je kunt dingen laten werken in de praktijk. En dat kan ook weer leiden tot innovaties enerzijds, dus dingen waar bedrijven wat mee kunnen of waar de overheid mee kan. Maar het leidt ook weer tot nieuw fundamenteel onderzoek. Dus ik vind het meer dan alleen maar een initiatief wat op dit onderwerp zit. Jullie zijn voor mij ook een voorbeeld van hoe we, nou, laten we maar in de stad dan beginnen, ja. Gewoon veel meer van deze bruggen kunnen bouwen. Ik wilde eigenlijk net een vraag stellen over de wetenschap, maar die heb je dan nu al mooi beantwoord. Hoe belangrijk is dan de wetenschap daarin? Ja. Nou ja, er was iemand die zei, dat vond ik wel een aardig voorbeeld, die zei van ja, denk even op een heel ander gebied. Denk bijvoorbeeld over zonnepanelen en batterijen. We zitten nu heel erg in de lijn van we moeten een hele transitie doormaken en ontwikkelen we zonnepanelen. Daar kun je natuurlijk een soort van roadmap voor ontwikkelen. Hè. Ze worden steeds beter en sneller en goedkoper. Maar je moet die energie ook opslaan, weet je wat, dat doen we dan in batterijen. Dus dan heb je ook een hele stroom batterijen. Dus je hebt batterijenmensen en zonnepaneelmensen. Dat kun je nog een beetje plannen. Maar niemand komt op het idee dat je misschien één materiaal zou kunnen vinden wat zowel energie opwekt als opslaat. Ja. En dat kan alleen maar komen als je mensen de vrijheid geeft, de ruimte geeft om gewoon blue sky research te doen. En dat is natuurlijk iets waar jullie heel erg goed in zijn. Ja. Nou ja, goed, kijk, de bewegingswetenschappenfaculteit was natuurlijk al een van de eerste hubs waar dit soort werk bij elkaar kwam. En ik denk dat we die traditie heel graag willen voortzetten. Maar dat kan je niet meer alleen. Dus je moet zo'n netwerk bouwen. De samenwerking met de hogeschool is me heel dierbaar. Samenwerking met de medische centra is me heel dierbaar daarin. Dus ja, ik zie ook een gouden toekomst voor dit soort initiatieven. Ja. Missen jullie daar dan nog partners in? Een beetje open deur, maar die mis ik zelf nog. Nou ja, we hebben hier, ik denk dat er zit een bedrijf hier. Hè. Ik zag hem gewoon ergens anders ook nog een hand. Hè. Maar die zijn er natuurlijk meer van. Ja. Maar het is gewoon de aard van jullie werk om heel zorgvuldig om te gaan met je tijd waar je bij zit en wat je doet. Dus dat moeten we gewoon, we moeten er rekening mee houden. Maar dat is denk ik wel een belangrijke, ja. Dat we die aansluiting heel goed weten te vinden. Ja. Jullie staan hier namens eigenlijk al onze partners, hè? Ja. Dus ik vond het wat overdreven om dan vier mensen hier op het podium te hebben. Met in nog Holland, vier mensen hup. Erbij. Ja. Dus in Holland net zo goed onze Zeker. Partner. En Amsterdam UMC. Ja. Maar ook onze praktijkpartners, hè? Dus Topsport Amsterdam, Reade en OVG of Sportartsengroep. Dus daar zitten ook veel connecties. Als je het hebt over kennis implementeren en hem echt, zeg maar, ik ben net even met de voeten in de klei, maar missen we het mbo daar niet een beetje in op? Nou, dat is, ik denk dat het een heel goed punt is. Hè. Ik denk dat ook dat zie je wel schuiven. Ja. Ik zie steeds vaker dat juist ook die kennis nodig is in het geheel. Hè. Nou, onze minister heeft er ook al, die tamboureert er al een tijdje op. Hè, dat we moeten denken in een soort paaier. Nou, jullie kennen die verhalen waarschijnlijk allemaal wel. Ja. Maar ik zie het ook echt gebeuren. Ik weet niet hoe het bij jou opvalt, maar ik zie gewoon steeds vaker dat mbo ook terugkomen in het nieuws.
Er zijn ook steeds vaker mensen die praktijkervaringen hebben die het verhaal vertellen. Hmm. En men is daaraan aan ontwikkelen een soort van introductie van het practoraat. En een practoraat is in feite een onderzoeker. Dat is goed, dat ze natuurlijk ook leraren en UAD's hebben aan de universiteiten. Hmm. We hebben de lectoren aan de HBO-instellingen. En practoraten komen dan nu ook aan de MBO-instellingen. Doe wat anders, ja. Maar zijn geweldige gesprekspartners. Dus, ik vind het een goed idee. Maar ik zou het misschien ook nog wel leuk vinden om nog eerder op school, op de basisschool en op de middelbare school, meer aandacht te geven voor bewegen. Dus dat onze kinderen ook, ik heb zelf een kleintje van 4, dat je ze leert dat in beweging zijn, dat iets goeds is. Dus het gamen en het achter de televisie hangen of achter je scherm hangen. Nou oké, weet je, van tijd tot tijd prima, maar soms ook voor ouders heel prima, maar... Het is ook heel goed dat je kinderen in beweging komen en dat ze dat leren op een vroege leeftijd, denk ik. Zeker. Ik denk dat wij gewoon nog een keer apart gaan afspreken en nog eens verder Leuk. Doorpraten wat mij betreft. Zeker. Ik had jullie gevraagd officieel te openen. We hebben niet een handeling afgesproken. Maar wij wel. Ja, ja. Ja, wij dachten dat het leuk zou zijn dat Gelijn 10 squats doet en ik 10 keer opdruk. En als dat mislukt, dan mogen jullie dat aan niemand vertellen. Dan ga ik lekker een stapje naar achter. Woehoe! Ja, we gaan tellen, denk ik ook, of niet? 3. Tot hoe ver gaan we? 10? Oké. 7, 8, 9, 10. Wauw! Hartelijk applaus. Dankjewel. Dankjewel.